Ja toch beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering, dit keer samen met Miliano. Wil je jezelf voorstellen aan de kijkers thuis die jou nog niet kennen? Yes, ik ben Miliano Jonathans, ik ben 18 jaar, ik woon in Arnhem en ik voetbal bij Vitesse. Ja toch, welkom Ambroski. Hoe is het? Ja, bij mij gaat alles goed hoor. Ja? Jij ook? Lekker man, lekker, mag niet klagen. Ik hoorde ook, je had een kleine blessure. Om mee te beginnen, zeg maar. Ja, ik had einde voorbereiding van bij het eerste trainingskamp. Was ik door mijn enkel gegaan tijdens de wedstrijd, oefenwedstrijd. En toen was mijn enkelband zijn verrekt. Yeah. Dat heb ik wel best lang eruit gelegen, ik denk 6 weken of zo. En toen was ik weer fit, zeg maar. En nu afgelopen week was ik weer doorheen gegaan, maar deze was wel wat lichter. Wat lichter. Ja, dus ik kan wel gewoon meer voetballen, maar een beetje pijn. Maar ja. Dus wel een beetje oppassen. Ja, dat is wel goed. Zit die kracht nog goed, cameraman? Ja. Ja, huh? Ja toch. Hoe lang speel je bij Vitesse? Waar is het allemaal begonnen? Ik voetbal vanaf mijn 10e bij Vitesse. Maar ik begon eerst bij Arnhemse Boys. Daar heb ik heel lang in de jeugd gespeeld. En toen ben ik gescout, ik weet niet hoe oud was ik, 7 of zo. Was ik eerst gescout door NEC nog. Wow. En toen Graafschap en Twente. En Vitesse ook nog trouwens. En uiteindelijk Vitesse was, ik had gewoon mijn beste gevoel bij Vitesse. Ja. En het was ook nog gewoon bij ons dichtbij, snap je? Ja. Dus mijn keuze was snel gemaakt. Dus ik heb toen onder 10, onder 11, onder 12, onder 13, onder 14, onder 15. Om 16, om 18 en om 21 gehad. Okay. En nu dan de eerste. En nu de eerste. Laatst heb je ook een contract mogen tekenen. Ja. Van 3 jaar, geloof ik. Ja, 3 jaar. Ja. Lekker man, nice man. Sowieso gefeliciteerd, nogmaals. Dankjewel. Ja, het was een mooi moment toch? Ja. We hebben... Verdiend ook natuurlijk. Heb ik hard voor gewerkt. Dus het was echt een mooi moment voor mij. En voor mijn ouders en mijn broertjes natuurlijk. Hard werken beloond. Ja. Ja man, want het hele gezin die staat er ook achter. De hele familie staat er ook achter. Ja, ik zie jou soms ook zeg maar buiten de trainingstijden. Ook mountainbiken, joggen. En dan zie ik ook jou, bijvoorbeeld met je moeder of met iemand anders die gewoon jou motiveert, stimuleert om die training zeg maar doorheen te gaan ofzo. Weet je wel? Ja. Dat is wel hard. Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is, toch? Mensen die jou stimuleren. Ja. Nou, klopt. Maar besefte je wel, zeg maar, op een jonge leeftijd, want je was 7, mm-hmm. toen je bij Vitesse kwam. Besefte je toen, wanneer kwam het besef eigenlijk van je? Ik kon wel altijd goed voetballen, dus ik was overal wel. Ik kon wel gewoon, je zag wel dat ik goed kon voetballen, zeg maar. Ja. En ja. Ja, je wordt pas een beetje serieus van, hoe oud, onder 17 of zo. Dan begint het pas een beetje serieus te worden. Ja. En onder 18 onder 17 hebben wij niet gehad toen. Ik was onder 18. En 18 ging het wel prima, had ik wel een goed seizoen. En toen was ik al vrij jong aan onder 21 gaan, 16. Ja, en toen... En dat is dan denk ik meer ook om jouw fysiek sterker te maken, denk ik. Ik denk ook voor de uitdaging, denk ik. Dat het voor mij gewoon uitdagend was, het dan wat lastiger. Want onder 21 was dan fysiek heel erg, wat je net zegt, was veel meer dan onder 18. Dan mijn leeftijdsgenoten. Ja. Dus, want die duw je aan de kant en nou niet. In het begin onder 21, weet ik nog goed, tegen Sparta. Dat was de eerste oefenwedstrijd dat ik mee mocht doen. Ik werd gelijk helemaal aan de kant gebeukt overal. Ik merkte gelijk, was anders. Ja. En toen zag je wel zeg maar een uitdaging. Ja, toen ging het wel. Je zag wel, ik had het wel lastig. Qua fysiek dan. Voetballend ging het wel oké. En ja, ik ben nu gewoon ook wat sterker geworden. Als ik nu naar mezelf kijk. Ja. Dus ja, het is natuurlijk nu ook bij het eerste zijn ze ook allemaal nog fysieker en nog sterker. Dus er is sowieso nog wat werk aan de winkel. Maar daar ben ik mee bezig. Heb je nou ook een vaste positie? Je speelt rechtshalf? Ik speel het liefst van rechtsbuiten. Rechtsbuiten, rechtshalf, ja. En op 10. Maar vorig jaar hebben wij met het eerste, als dat ik ook een paar keer bij de selectie, hebben we alleen maar 5-3-2 gespeeld natuurlijk. Dus speel je zonder buitenspelers.
Ja. Dus toen was mijn enige kans eigenlijk 10, zeg maar. Of enige positie waar ik kon spelen 10. Dus en bij de jeugd heb ik rechtsbuiten gespeeld. Dus ik vond dat wel een beetje lastig, een beetje wennen. Maar ik vind het nu niet erg om daar te spelen. Ik ben een beetje eraan gewend en gaat wel prima uit voeten. Mm-hmm. Maar het liefst kom ik natuurlijk van de rechterkant. Ja. Actie naar binnen, dribbelen. Dat is mijn ding. Ah. Ja, je bent wel een beetje baltechnisch. Ja, ja. Ja. Dat zou je wel. Maar ja, bij nummer 10 wordt er ook wel denk ik meer van je verwacht, gevraagd ook. Ja, ik denk van nummer 10 is gewoon de druk in je rug die je ook nog, waar je ook nog mee rekening moet houden, zeg maar. Want als je van de rechterkant komt, van 7 dus, van die positie, ja. krijg je de bal in je voeten en je weet, je hebt geen druk in je rug, snap je? Dus gelijk die 1-op-1, zeg maar. Je kan gelijk je actie 1-op-1 zoeken en bij 10 is gewoon, je krijgt van alle kanten druk. Dus dat is lastig, snap je? Als je dan de bal krijgt, in één keer komt iemand rechts van je in je rug of links van je in je rug, snap je? Ja. Dus dat had ik in het begin wel lastig mee. En ja, natuurlijk als je dan met het niveau van eerste mee traint, dan op een gegeven moment ga je daar aan wennen van, oké, je moet snel handelen, snap je? Ja. Dus ja. Ik denk dat je ook wel heel veel kennis moet hebben over andere spelers. Wat zij ook kunnen. Mm-hmm. Want als je iemand in de voeten aanspeelt of juist die lange bal. Ja, dat sowieso. Toch? Ja, maar dat op training, hoe vaak je met mensen traint, op een gegeven moment je weet wat iemands kwaliteit is, snap je? Yeah. Zo, want als iemand dus de bal vast is, bijvoorbeeld de spits, kan je makkelijk die 1-2 zoeken met hem, snap je? Als je dan 1-2 maakt, je weet hij houdt die bal sterk. Ja. Yeah. Dus je kan hem altijd inspelen. Dus dat is, iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. Dus dat is wel fijn. En jullie hebben nu een nieuwe trainer, Philippe Goku. Hoe gaat het nu bij Vitesse? Ja, hij is wel een goede trainer. Hij is wel een rustig persoon. Maar ja, het is nog een beetje kort om te zeggen wat ik echt van hem vind, snap je? Het is eerst 1,5 week geleden dat hij is gekomen. En we hebben al alleen maar getraind, 1 wedstrijd gehad. Ik weet niet, die wedstrijd hadden we verloren. Dus tegen Twente was wel, Twente is een goede ploeg. Ja. En het is gewoon voor iedereen ook een beetje wennen, snap je? Want het is een nieuw trainen, een nieuw systeem in één keer. Want hij wil 4-3 gaan spelen. Dus ja, het is een nieuw systeem, het is gewoon allemaal een beetje wennen voor iedereen. Dus geeft dat ook opties op jou, op de vleugel nu? Als ze 4-3-3 gaan spelen? Ja, het is sowieso voor mij wel fijner dat ze 4-3 gaan spelen. En dan is het aan mij gewoon om mezelf te bewijzen, gewoon op trainingen of oefenwedstrijdjes. En dan is de keuze gewoon bij de trainers, wat hun ervan vinden, dus ja. En hoe is jouw band met de medespelers? Ik denk ook wel veel buitenlanders. Ja. Gaat het communiceren ook makkelijk? Ja, in het begin had ik wel lastig toen ik erbij kwam, want ik kon niet zo heel goed Engels nog. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, je ziet die jongens elke dag, snap je? Dus je Engels gaat sowieso ook vooruit. Dus ja, communiceren gaat nu gewoon makkelijker. En er zitten ook nog een paar Nederlandse boys tussen. Dus gaat dan, de communicatie is wel gewoon goed. Nice man. Hoe ziet jou eigenlijk je dagelijkse dag eruit, zeg maar? Als je wakker wordt, heb je 1 training per dag, 2 trainingen? Wat moet je allemaal doen, zeg maar? Ja, ik sta gewoon meestal rond 8 uur op. Dan pak ik 7:30 de bus, ga ik naar Papendal. 8 uur sta je op, 7:30 pak je de bus? Of 8:30 pak ik de bus, sorry. Ja. En dan kan je gewoon, heb je inloop ontbijt op de club. Van 8:30 tot 9:30. Ik ben nu meestal 9:15 op de club. Ga ik ontbijten, dan begint 10:30 de training. Komt trainer kleedkamer binnen, gaat hij gewoon zeggen wat de training is. En dan heb je training gewoon buiten. En dan is training, hoe lang duurt een training ongeveer? 1,5 uur, 2 uurtjes. Is het afgelopen, heb je gezamenlijke lunch nu met z'n allen. Dus ga je met z'n allen gezamenlijk eten. Zijn de trainingen ook elke keer anders? Bijvoorbeeld conditietraining of juist krachttraining? Ja, ik denk wel veel. Hij doet veel tactisch. Dus hij doet sowieso heel veel positiespellen. Dus bij die andere trainingen was het heel hoge intensiteit. Dus alles wat we deden was gewoon zwaar pittig. En bij deze is het wat rustiger, maar er zit wel een gedachte achter. Dus Oké, in plaats van hard werken, slim werken. Ja. Okay. Maar dat hebben we gewoon in de ochtend altijd. En dan heb je
Of soms heb je twee trainingen op een dag. Dus dan ga je natuurlijk lunchen. Dan heb je om, laat ik zeggen, 3:30 of 4:00 heb je dan nog training buiten, gezamenlijk met z'n allen. Of je hebt nu tegenwoordig doen we ook individuele training. En heeft iedereen gewoon in de middag krachtprogramma. Die je dan na de lunch moet volgen. En dan heb je gewoon individuele krachtprogramma. Die moet je volgen en dan... Want dat is dan in een fitnesszaal of zo? Ja, dan zit je gewoon in een gym soort van. En dan daarna is het gewoon, mag je naar huis douchen, omkleden naar huis. En dan is het een chillen. Wat doe je dan, zeg maar, s'avonds? Ja, een beetje FIFA of zo, of chillen. Ik ben vaak met Nigel. Ja. Gewoon een beetje dingetjes doen. Jacuzzi, dingetjes. Oké. Lekker. Dus ontspannen. Ja. Hij zit ook hier in de barbershop. Zie. Hoe is het, bro? Ja, gaat goed, man. Ja? Goed. Lekker, man, broer. Dus jij bent die ontspanning ook? Ik ben de ontspanning voor ons beiden. Belangrijk. Ja, zeker. Lekker, man. Support je hem ook vaak? Vaak bij trainingen, wedstrijden? Ja, zeker. Ik ben er heel vaak bij. En dan ben ik ook gewoon met zijn familie. En we supporten hem gewoon elke dag in alles wat ik doe. Nice. En tegelijkertijd helpt hij mij ook met alles wat ik doe. Ja, sterk man. Ja, daar heb je Matthias voor, toch? Zeker. Heb je ook andere hobby's dan voetballen? Of ja, tenminste, nu is het je werk. Ja. Want je hebt nu, denk ik, van je hobby heb je je werk kunnen maken, zeg maar. Het is je passie, nog steeds. Maar heb je ook andere hobby's? Hobby's, ja, ik vind het gewoon leuk om... een beetje ontspannen te gamen of zo af en toe, weet je wel. En ik vind het in de zomer wel heel leuk om hem pingpongpakjes te geven. Dus yeah. Pingpong vind ik wel leuk om in de zomer te doen. Oké. Okay. Hij weet wie de beste is, dat weet hij ook. Is dat zo, Nigel? Nee, dat is zeker niet zo. Altijd zeggen. Hij mag houden bij voetballen en daar is hij echt de beste in. Alleen bij de andere sporten moet hij zich eventjes te buiten laten, want dan kunnen we een plek komen voor andere jongens die daar bezig zijn. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Maar dat is gewoon... Ja, pingpong is leuk, joh. Pingpong. Lekker weer. Doe je ook met de bal pingpong, zeg maar, op zo'n tafel dingetjes toch kop en zo hoog houden en zo? Heb je dat wel doe je? Nee? Vroeger had je dat bij Klarenbeek heel vaak, zeg maar, jongens die dat deden. Oh ja, ik weet dat je met die bal, met voetbal. Ja, toch met de bal en dan weer rondom tafel. Aansluiten, rond de tafel. Nee? Nee, doe ik niet. Ja, een beetje die balcontrole toch, een beetje hoog houden. Net... Ja, ik vind het wel, bijvoorbeeld als je op het strand bent of zo, vind ik wel leuk om een balletje hoog te houden. Vliezen bijvoorbeeld met hoog houden, een balletje in het water ophalen, dat soort dingetjes. Ja. Doen jullie dat ook wel op trainingen, zeg maar? Bepaalde spelletjes en zo? Of is het allemaal wel een beetje zakelijk? Nee, na de training doe je bijvoorbeeld soms het afwerken met wat boys. Dan doe je gewoon, heb je keeper in goal. Gewoon verliezen, moet alles opruimen. Dan ga je gewoon, bijvoorbeeld, speelt de keeper een bal in. Moet je één keer aannemen, maar het is gewoon een lastige bal. En dan moet je afwerken. Of gewoon voor de training wat hoog houden, snap je? Wat two-touch. Ik weet niet wat weet je wat dat is. Two-touch niet? Het is gewoon twee keer aanraken. Twee keer aanraken, de bal mag niet stuiteren. Dat soort spelletjes. Oké. Okay. Gewoon verliezen, oortje of zo. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ah, lachen man. Wie zijn jouw, tenminste wie is jouw idool qua voetbalspelers, zeg maar? Wie mijn idool? Ja, van vroeger ben ik al van Messi. Ja? Dat is mijn idool. Ik ben Messi-fan. Nummer 10? Oh. Ja, maar ik kan mezelf nooit met hem vergelijken, toch? Hij is de beste voetballer aller tijden. Die jongen kan net... Meningen verschillen. Maar ja, ik ben de laatste tijd ook wel, bijvoorbeeld als ik kijk naar wat voor type speler ik een beetje ben. En wat mensen voor mij vinden, zeg maar, wat voor type speler mensen voor mij vinden. Ja, kijk, dan zeggen ze worden ook vaak Ziyech, Berghuis, dat soort spelers. Dus ja, dan ga je daar ook een beetje mee vergelijken, snap je? Ja. Ja, zijn wel grote namen alsnog. Ja, sowieso. Weet je, zijn wel spelers. Ja, maar het gaat meer ook om de speelstijl. Sorry? Het gaat ook om de speelstijl, hoe hun spelen, zeg maar. Ja. Ja.
Trouwens, wat vind jij, want de laatste tijd hebben ze een beetje over Haaland, zeg maar, dat ze petitie hebben getekend, meegekregen. Dat hij niet mag meedoen met het voetballen. Wat vind jij daarvan? Ja, hij is een monster toch? Hij is hij scoort aan de lopende band, maar ja, dus had vroeger Messi en Ronaldo dat ook. Ja. Nog meer. Ja man, want ze hebben het, ze zijn het gaan vergelijken zeg maar met Messi en Ronaldo. Die man die scoort 3 keer meer als hun of zo. Weet je wel, volgens mij Messi op een seizoen 60, 80 goals, Ronaldo 100 goals of zo. Deze man heeft gewoon dubbele. Ja, maar ik denk dat, dat niemand ooit nog zoiets gaat bereiken, jongen. Wat Ronaldo en Messi hebben gehaald. Zo'n hoog niveau. Dat is niet normaal toch? Even serieus. Zo lang met de beste clubs. Ik had ook iets gelezen op Instagram dat Haaland elke wedstrijd of zo zo'n aantal goals moet maken of zo. En dan kan hij gelijk komen met Ronaldo. Maar voor 18 jaar iets van 45 goals of zo per seizoen. Dat is echt fucking veel, ja man. Ja, maar dat betekent ook dat Ronaldo zeg maar met zoveel toernooien heeft mee mogen doen, dat hij ook zoveel goals heeft, denk ik. Ja, maar Ronaldo is sowieso ook een machine. Ja. Ja, ik ben een Ronaldo-fan, snap je? Ja, ik had het al meegekregen. Ja. Arne? Hoe is het om bij Vitesse te mogen spelen, zeg maar? Was dat altijd je droom? Ja, ik ging vanaf kleins af aan, ging ik met mijn vader en mijn broertje ging al naar het stadion van Vitesse. Dus we gingen altijd al kijken. En ja, dan droom je er wel van om ooit daar op dat veld te gaan spelen, toch? Als kleine jongen. En als dat dan ooit een paar jaar later mag gebeuren, dus vind ik echt wel is echt een mooi moment voor mij. En mijn ouders denk ik ook. Ah. Ja, mooi man. Waar kom je uit Arnhem? Ik heb eerst lang in Elden gewoond, Eldenveld. En daarna, nu woon ik in Malburgen-West. Malburgen-West. Ik woon bij MSV daar zo. Oké. Okay. Dus echt, ik denk 2 minuten van het stadion lopen. Ik kan erheen lopen nu. Ah, relax man. Ja. Chill. In de voortuin, achtertuin zie je het stadion? Voortuin. Ja. Mooi man. Gelijk als mooi je uitzicht ook. Ja. Dichtbij. Zeker. Dan ben je wat chiller, fitter als je naar de wedstrijd toe gaat, denk ik. Dan nee, want we gaan sowieso, als je een wedstrijddag hebt, moet je sowieso eerst verzamelen op Papendal. Ga je gezamelijk eten, dat soort dingen. Ja, en dan met een spelersbusje. Nee, nog niet per se. Ik denk als we uitspelen ga je sowieso wel altijd met spelersbus. Maar als je thuis speelt ga je gewoon op eigen voer tegelijk naar het stadion. Oké. Okay. En dan kan je na de wedstrijd gaat iedereen ook gewoon naar zijn familie of naar huis, snap je? Dus ja. Volgens mij zijn er ook niet veel Arnhemse spelers geweest zeg maar, bij Vitesse. Zijn er niet heel veel. Jij als Arnhem, wat je, ja, net zei je sowieso van ja, ik wil wel bij Vitesse altijd op dat veld gaan spelen. Zou je in de toekomst ergens anders willen spelen of is dit de plek waar je altijd zou blijven? Het is sowieso wel mijn doel om gewoon sowieso te slagen hier bij Vitesse. En ja, ik hoop als dat gebeurd is dat ik wel een mooie stap naar een andere mooie club kan gaan maken ooit. En waar zou je heen willen gaan? Is dat Engeland, Spanje, Italië? Ik kan misschien eerst gewoon zo lang mogelijk in Nederland blijven. En als ik Nederland stoppen misschien heb gehaald, dan kijken we wel uit om een mooie stap in het buitenland te maken. Ik denk, naar mijn speelstijl gezien, Spanje misschien. Maar ja, ik droom er wel van om in de Premier League te spelen. Dat is wel de mooiste competitie, toch? Ja, sowieso, man. Dat... Hoog niveau daar. Ja, precies. Hoog niveau. En een beetje geld incasseren daar. Ja, sowieso. Ah. Maar je bent ook voor Barca dan? Zeg maar voor ja, ik buitenlands... ben al echt van kleins van ben ik voor Barcelona. Ja? Altijd Barca shirtjes, dingetjes. Ik ging al vroeger, mijn vader en moeder ging naar, ben ik hier naar Camp Nou geweest. Dus ja. Oké. Okay. Hoe jong ben je nou? 21? Nee, ik ben 18. 18? Ja. 21 dacht ik even, man. Wow. Ja, mooie prestatie, man. Dankjewel. Zeker, man.
voor de komende 3 jaar zit je sowieso goed en dan elke keer basis. Ja, dat is wel uiteindelijk het doel. Ja, want je eerste debuut was met Willem II? Was tegen Willem II, ja. Was eind vorig seizoen een beetje. En ik had de oefenwedstrijd tegen, of nee, ik had de competitiewedstrijd eerst met onder 21, die dag erop. En ik kreeg in één keer in de rust horen van, ze gaat maar 60 minuten spelen, want je moet morgen met eerste mee. Voor de eerste keer dat ik bij wedstrijdselectie zou zitten. Ja. Dus ik was wel, ik was echt blij toch. Ik ging al gewoon met goed voor die tweede helft en zo in. En toen, ja, die dag daar, die dag dat de wedstrijddag van het eerste was. Ik was een beetje zenuwachtig, want het was de eerste keer dat ik bij wedstrijdselectie zat. Ja, dat is normaal, hè? En toen in één keer was er een goede sfeer in het stadion. Ik weet niet precies wat aan de hand was. Het was volgens mij iets met Willem II die onderaan stond. Dus het stadion was helemaal vol, uitverkocht. En toen, in de 80ste minuut, ik mocht warm lopen. Hij zei warm lopen. En één keer, 2 minuten later, hij riep mij toch? Ik dacht shit, ik was zenuwachtig toch? Toen ik deed mijn shirt uit, gaf een beetje aanwijzingen. Toen mocht ik invallen. Dus dat was, was echt een mooi moment. Ik was zenuwachtig, maar eenmaal als ik, toen ik het veld opstapte, gingen die zenuwen weg. Ja. Dus ja, dat was wel een mooi moment. Ja, zeker. Ja, nice. En dan heb je volgens mij bij AZ thuis. In de playoffs finale. Toen mocht ik ook nog. Toen heb ik best wel lang gespeeld. Volgens mij nog 20 minuten of zo. Ja. Want het was precies hetzelfde. Het was wel een zware wedstrijd. Je zag sommige spelers waren echt vermoeid. Ja. En we hadden niet heel veel spelers op de bank. Dus ik moest gaan warm lopen. Toen riep hij mij ook en toen heb ik nog 20 minuten gespeeld of zo. Scoorden we ook nog. En het was, ik weet niet, wat was de stand precies, weet je dat? Ik weet de stand niet meer precies, maar we hadden wel gewonnen volgens mij, als het goed is. Openda scoorde nog de laatste goal. Openda ook wel goede man. Goede spelers, maar wel heel veel goede spelers bij Vitesse weg man. Als je naar de afgelopen jaren kijkt wie wij allemaal hebben mogen vertegenwoordigen, zeg maar, als Vitesse, als Arnhemmers. Zie je nou wel wat. Ja, maar vorig jaar hadden we echt goede spelers ook. Niet dat we dit jaar dat niet hebben, maar. Ja, ja, is gewoon. Ze hebben allemaal een mooie stap gemaakt, toch? Ook als je zo terugkijkt. Nee, waar klopt. Waar ze allemaal spelen en hoe ze presteren. Ja, ze hadden echt een goed seizoen gedraaid ook. Oh. Heel veel trouwens, want dat was het seizoen dat ze halve finale Conference League volgens mij waren gekomen. Ja. Dat was dat seizoen. Ja, klopt. Dus klopt. Dat was het topseizoen. We hadden nog zelfs thuis van Tottenham en zo gewonnen. Dat is wel, dat zijn wel statistieken, zeg maar. Ja, sowieso. Je weet toch? Dat zijn dikke wedstrijden. Beste, tenminste, wie vond jij de beste medespeler met wie jij mee hebt gevoetbald? Ik denk dat het Tanaan is, man. Was echt, hij heeft toen een tijdje, mocht ik ook meedoen met de eerste. Die zag op training, die man heeft zwaar kwaliteit. En toen is hij ook nog, hebben die ook nog een tijdje met onder 21 meegedaan. Maar toen uit de selectie was gezet en je zag echt, die man is, die was echt goed, goed. Gewoon aan de bal was echt top. Vrije trappen, technisch. Ja, gewoon dribbel, gewoon schot, alles. Paas. Kon je wel even genieten op de training. Ja, veel van hem ook mogen leren? Was die, gul? Ja, hij was sowieso een hele chillende, of was hij echt met zichzelf bezig of zo? Of? Hij was sowieso een hele chille gast, gewoon ook buiten het veld en in het veld. Ik kon wel gewoon goed met hem praten. Ja. Maar ja, hij was gewoon, ik vond hem echt goed man, aan de bal. En nu is hij aan het presteren. Bij NEC. Ja, NEC die doet het nou wel. Nek. Goed. Nek, ja. Cameraman die is hier ons aan het verbeteren over nek of RSC. Ja. En wie is jouw beste tegenstander geweest? Hey, dus moet je even opnieuw doen, want ik moet echt denken. Beste tegenstander. Of vond je iedereen easy? Niemand heeft. Nee, maar ik ken bijvoorbeeld, je hebt wel een wedstrijd van wie je echt lastig hebt gehad bijvoorbeeld, maar die ken ik die persoon niet of zo niet, want die is dan niet bekend of zo. Ja. Maar ja, even denken.
Op welk team vond jij echt lastig om tegen te voetballen? Weet je wat het is? We hebben vanaf onder 18 hebben wij nooit meer echt tegen topclubs gespeeld, zeg maar. Dus tegen Ajax of PSV of Feyenoord hebben we altijd maar... Want die doen mee met een andere competitie? Ja, die zitten dan eentje hoger bijvoorbeeld. Ja. Vanaf onder 21 ook niet meer, want ik heb nog 3 jaar onder 21 gezeten. Ja. Dan heb ik nooit meer echt tegen goeie... Ja, ik heb wel eens een lach gehad dat de back heel sterk en kort op mij zat, snap je? Dan heb ik het wel lastig. Ja. Maar ik ken hem dan bijvoorbeeld niet. Wat is een van de mooiste wedstrijden geweest die jij hebt mogen voetballen? De mooiste wedstrijden? Ik vond dat je trouwens... debuut of? Ja, debuut. Het is sowieso dat is het mooiste moment in mijn voetbalcarrière tot nu toe. Maar de mooiste wedstrijd, ik denk wel, was Ajax onder 16. Dat scoorde ik 2 keer. Ja. Dus ze kwam ook emotie los. Dus dat is ook een van mijn mooiste wedstrijden. Dat is wel een goede pot. Ja, lekker man. Michel. Zie. Wat denk je dat er met de WK gaat gebeuren, met het Nederlands elftal? Ik denk dat Nederland hoog gaat eindigen. Ik denk sowieso kwartfinale. Ja? Sowieso. Dat is een goede ploeg, man. Ja, ze hebben mij eigenlijk ook een beetje verrast, man. Ja. Ik dacht tegen België gaan ze het misschien wel moeilijk krijgen. Toen ze België pakten, dacht ik oké. Ze hebben een goede ploeg. Dus ik denk sowieso kwartfinale. En dan gaan we zien, toch? Ja. Maar Nederland gaat hoog eindigen. Ja, ik hoop hoog, man. Ja. Helaas doet Turkije niet mee, dus ik moet genieten van het Nederlands elftal. Je kan altijd nog bij Fortuna Sittard kijken. Ja, veel. Wil je kans maken op deze mooie voetbalschoenen? Het zijn Adidas Copa's, ze zijn splinternieuw, maat 43 1/3. Gesigneerd door Miliano. Wil jij daar dus kans op maken? Volg hem, volg mij op Instagram en misschien worden ze van jou. We bellen.